Zet een flinke kip net onder water in een niet te grote pan. Als je te veel vocht toevoegt, krijg je een eerder flats resultaat. Breng aan de kook met een kruidnagel, beprikte ui, twee wortelen en twee takjes zelder. Een kruidentuiltje met laurier, tijm en peterseliestengels zorgt voor extra smaak. Haal na ongeveer drie kwartier de kip uit de bouillon en giet het vocht door een zeef. Breng opnieuw aan de kook en voeg een julienne van vers gesneden groenten toe. Wortel en het wit van de prijs zijn onmisbaar, maar een halve venkel is er ook heel lekker in. Kruid met peper en zout: laat even koken en doe er dan ongeveer 2 deciliter room bij. Snijd de kip in stukken en warm ze terug op in de soep. Traditioneel werd waterzooi met riviervis gemaakt, maar toen die uit de leien en de schelden verdween, werd kip een smaakvol alternatief. Je kan er een natuur aardappeltje bij serveren, maar ook met wat donker brood smaakt het heerlijk. Enkele takjes verse kervel maken het geheel af. Gentse waterzooi is een traditioneel gerecht dat het moet hebben van het natuurlijke karakter van zijn eenvoudige ingrediënten.